vrijdag ook een concert, Robert. Ja, klopt. Maar we gaan... ja, Remo komt ook niet, maar als het goed is komt Daniel zo. Die heeft ook met de marathon even... Oh, we zijn gelijk live. Nou, we zijn gelijk live. Toppie. Kijk, daar hebben we Lea nog gezellig. Ja, jullie zijn niet te laat, hoor. Ik ben gewoon te vroeg, of niet? Ja. Maar we hebben nog iemand, we hebben nog wat leuks te vertellen. Dus ik denk, moeten we ook even doorgeven. We zijn dus wel met een stuk minder mensen nog. Want ja, die is moe en die is positief en die moet nog getest worden. En die wacht op een uitslag en die dit en die dat. Maar je krijgt er een punthoofd van, Lef, inderdaad. Je krijgt er een punthoofd van. Ja, jij was vorige week, ja precies. En Martijn ook, maar, en Peter is er gelukkig weer. Ja, Daniel die wil meespelen misschien. Dus Willem had Daniel gebeld, dus die komt misschien zo meespelen. Dus we hebben het weer teruggezet, het spul. Wat zeg je, Richard? De drum is bezet. Ja, Dick is positief, jongens. Dick, onze collega Dick. Ah, Rolf is nog positief. Nou ja. Ja, Willem komt straks gitaar spelen. Daarom, joh. Of zullen we gewoon weer een marathon gaan doen, jongens? Gaan we gewoon weer 24 uur? Rosalie is er nog gezellig. Kom maar verder, Rosalie. Hartstikke leuk. Je koffertje staat al klaar. Wie mis je nog meer, Richard? Remo, die kon ook niet komen. Ria komt dopjes brengen, Ria. Ik denk dat ze als beloning brandend zand gaan spelen dan, Ria. Nee. Kijk, daar is je grote vriend Willem. Wil je brandend zand horen, Ria? Hey, maar top, we doen het bij de voorraad. Hartstikke goed. Je kan thuis lekker meekijken via de huisbuis, hè, Ria? Hartstikke goed. Allemaal dopjes voor de geleidehonden, jongens. Robbie had ook een hele zak vol bij zich. En Katie. Ja, ik spaar ook wel dopjes, maar bij mij gaat het niet zo hard als bij jullie, hoor. Jeetje. Nou ja, Richard, het grenst. Oh, top. Alfred komt er ook nog aan. Gezellig hoor, Alfred. En Joop nog. Nou, zie je wel, ons clubje raakt helemaal vol. Kom maar, Lea, je mag naar boven. Je mag lekker naar Marjorne of naar Amanda. Hartstikke gezellig. Wat zeg je, Richard? Het concert vrijdag, ja, dat was gezellig. Kijk, Jan van der Werken en Peter. Nou, als Peter de Jong in huis is, dan kunnen we starten. Peter is altijd een van de laatste, maar Peter, gezellig hoor dat je er bent. En Jan mag ook lekker mee naar boven. Top. Toppie, toppie, top. Nou, volgens mij is het nou wel een beetje, hebben iedereen wel zo'n beetje, hè? Ja, Alfred zijn plekkie. Helemaal goed. Nou, Jan vindt ook rustig zijn plekje. Kwart over negen, hè, word je weer gehaald, hè, Jan? Na het lang zal hij leven. Nee. Jawel. Ja. Jawel, Richard. We doen altijd lang zal hij leven aan het eind van de avond, waar? Elke woensdagavond. Misschien moeten we vanavond ook wel een speciale Ajax-lied spelen voor Ivan. Oh. Heb je nou een microfoon, hè, Ivan? Ja, heb je een microfoon? Ja, zelfs mijn microfoon gaat ervan hangen. Dat is niet het enige. Heb je nog gekeken dan gisteren naar het voetbal? Ik krijg een beetje zeer in nek als ik zo moet zitten. Even zo zitten. Mijn stoel staat te hoog. Mijn man is ook voor Ajax, dus die baalde ook natuurlijk als een stekker. Maar goed, we zijn er allemaal. Nou ja, en jullie zien wat gasten. En we hebben eigenlijk een hele bijzondere gast in ons midden. Ze zitten er ook lekker met de knuffel. Want, nou ja, jullie hebben natuurlijk allemaal aan de actie, hè, meegewerkt. De Josti Marathon hebben we natuurlijk heel lang gespeeld met elkaar. Maar mensen van de Weideweg 911, als ik het goed zeg, ja. Die hadden ook een idee. Ik heb op Facebook een bericht gepost, want die hadden een poster gemaakt. Dat ze ook iets gingen doen
ook voor ons doel, zeg maar, voor Bake for Ukraine, voor de bakkerij. En Sanne was volgens mij een beetje daar de initiatiefnemer van, hè? Maar wil je het misschien zelf vertellen, Sanne? Vind je dat leuk? Dan kom je het zelf, dan regel ik even de microfoon van Ivan. Dan mag je het, dan kan je het zelf even vertellen, want dat is natuurlijk wel leuk. Dan ga ik, pak ik even de microfoon van Ivan. Mag Sanne hem even lenen, Ivan? Ja, maar niet in spugen. Niet in spugen. Let maar niet op mijn collega Ivan, die is af en toe een beetje in de war. Is hij gewoon af en toe in de war. Laten we het daar maar op houden. Nou, Sanne, dan moet jij het maar vertellen. Wat jullie gedaan hebben. Vertel maar gewoon wat jullie bedacht hadden. Nou, wij hebben... Ja, ik zat in de auto met mijn begeleiding en toen zei ze, ik ging minder snoepen en zo geld inzamelen voor Oekraïne. En zei, kunnen wij ook niet wat doen met de woning? En zo hebben wij het naar verschillende begeleidingen gekoppeld en hebben wij auto's gewassen, pannenkoeken gebakken, een grabbelton en noem maar op. En dat hebben jullie afgelopen zaterdagochtend gedaan, hè? Ja. Tussen 10 en 2 volgens mij, zo'n beetje. En ik was, mijn auto was natuurlijk weer een smerig, of de Jostie-auto. Dus ik denk, ik rij om 10 uur naar Sanne toe. Hè. Toen was je net opgestart. Ja. En maar hoeveel auto's hebben jullie wel niet gewassen? 16 auto's, 300 pannenkoeken. 300 pannenkoeken? Oh. En wie heeft die allemaal gebakken dan? Al die begeleiding, oh. Ja. 300 pannenkoeken en 16 auto's. Ja. En jullie konden het niet met een slang doen, hè? Met een gietertje waren ze bezig. En ja, maar mijn auto glimt, dus ik hoop niet dat er Sahara zand overkomt waaien. Hé, maar jullie hebben een grabbelton, 300 pannenkoeken verkocht, 16 auto's gewassen. Maar dan hebben jullie een geldbedrag opgehaald, hè? Ja. En jij mag vertellen vanavond hier hoeveel je totaal opgehaald hebt. 366,35 euro. Wow! Nou, ik vind, daar ga ik even een foto van maken. Dan moet je even tussen de orkestleden staan. Vind je dat goed? Sanne, goed. Ja, bij Percy, die ken je wel. Dat is je buurjongen. Nou, ik vind het zo top. Ik vind het zo hartverwarmend dat jullie dat als woning ook gedaan hebben. Hij lacht je uit, Sanne, mooi, maar niks van aantrekken, hoor. Kijk, Sanne, want ik vind dit wel een foto waard. Met je potje natuurlijk en het bedrag erop. Ja, dat is toch geweldig. Want ze mag op foto. Ja, dat is goedgekeurd, hè? Want voor jullie, voor Jostie Bent leden geldt dat jullie altijd toestemming geven. Staat mijn pis al nu? Nou, dat vind ik wel wat netter staan, ja. Nou, Sanne, ik vind het echt zo top. Even kijken, jongens. Ik moet er eventjes mijn bril op, anders maak ik weer een verkeerde foto, hè? Sanne, en gewoon, hè? Top. Even kijken, nog een keertje. En dan nog even, jongens. Jongens, gaan jullie alles even juichen met je armen omhoog? En jij ook, Zijnhoek. Juichen. Top. Nou, leuk. Wacht even, dan zie ik zo'n hand van Joost erop. Nog één keer juichen, allemaal. Yeah! Nou, top, Sanne. Echt, een compliment. Wij zorgen dat het gestort wordt. Ik breng het dan morgen wel bij de kas, bij Sophie en bij Marja. En dan gaan wij het weer overboeken naar de bakkerij in de Oekraïne. Maar Sanne, ik vind wel... Want... We kunnen er wel een nummer voor spelen. Heb je nog een muzieknummer wat je graag wil horen van de Jostie Band? Geen hand in hand. Nee? heb je geen verzoeknummer? Geen hand in hand, hè? Nee? Wil je iets van, Armin van Buuren? Of wil je iets van Coldplay? Of wil je van Jan Smit? Of wat wil je? Iets Hollands. Iets Hollands. Nou, dat is al, kijk, dat is al een duidelijke keus. Wat doen we Jan Smit gewoon maar eens even? Nou. Ik zal wel eventjes. Top, joh. Nou, jongens, dan geef Sanne nog een dame een applaus, hè? Echt zo lief. Kijk, Nico geeft er nog een tientje bij. Nou, dan gooien we die ook nog in de pot erbij. Dan moeten we even het cijfer doorkrassen in een 7. Oh, je hebt een foto. Nou, krijg je ook nog een foto. Dan worden het een 7. Ik ga mijn pen pakken, Sanne. Even kijken, hoor. Allemaal voor het goede doel. Kijk, Nico.
Dan maken we er even een 7 van, Sanne. Want al zeggen Marja en Sophie morgen, want het klopt niet. Hey, top joh, hey. En heb je geen ene pannenkoek voor gekregen en ook geen auto's gewassen, gewoon voor het goede doel. Kijk, zie, dan doen we die. Zo, het is zwaar. Hoe zit het nou in? €376,35. En wat zeg je? Plus €1,45 ook nog erbij. Wow. Toppen jongens, dat is gaaf hè. Allemaal voor het goede doel. Nou, dank je. We gaan lekker zitten, Sanne. Gaan we... Oh, Nico wil nog wat zeggen, ja. Je hoeft niet rijk te wezen. Als je maar gezond bent, een goed jaar. Zo is het, zo is het. Maar ik vind het echt top wat wij er weg... Kan ik het potje bij jou hier stallen, Michael? Haal je er niks uit? Nou, complimenten ook de begeleiding, hè? Want jullie hebben je rot gebakken. 300 pannenkoeken. Ik vind het zo'n stomme klus, pannenkoeken bakken. Maar ja, ze roken wel heel erg lekker toen ik om 10 uur bij jullie was op zaterdagochtend. Maar, ik zit 2 microfoons, dat hoeft helemaal niet. Maar heel lief dat jullie ook aan het project meegewerkt hebben. Vandaag moesten ze, het laatste nieuws is dat ze vandaag hadden ze een avondklok, hè, in Kiev. Want ze wonen vlakbij Kiev. Dus ze mochten sinds gisteravond 8 uur tot morgenochtend... 8 uur mochten ze niet naar buiten, want het was veiliger. Maar de bakkerij draait nog steeds. Ze zijn nog volop broden aan het bakken. En af en toe op Facebook post ik wel weer eens wat het nieuws. Dus we weten gewoon zeker dat het goed terecht komt, Sanne. Dus groot compliment van jou. En ik ben super trots op jou en op je collega, op je begeleiding. En op je collega's en die andere cliënten die bij jullie wonen. Nog een applaus, jongens, voor de groep. Yeah. En dan gaan we iets Hollands spelen voor Sanne. En iets van Jan Smit, hè, want dat is een bekende Hollandse artiest. Wat wou je zeggen, Rijn? Oh, wat in mijn oor zeg. Ja, jij zou het bedrag liever in Kiev geven. Ja, maar... Ja, maar weet je, we zitten in het potje en dat ga ik morgen bij de administratie brengen. Oh, die andere check. Dan moeten we ook nog. Ja, dat komt zo nog wel. Dat is van de gemeente Alphen. Ja, dat gaan we ook nog doen. Nee, want het potje ga ik morgen bij de administratie brengen. En dan gaan ze dat tellen in een machientje. Dan kunnen ze dat even natellen. En dan komt het helemaal. En wordt het in de kluis gelegd. En dan gestort. En dan komt het helemaal goed. Heb je nog wat goed? Nee, Sonja was niet zo lekker. Dus die was een beetje ziekig. Ja, dan moet je het plantje maar weer meenemen naar de woningbeurs. Maar we gaan voor Sanne en voor haar begeleiding gaan we uit onze tenen spelen als de morgen is gekomen. Is dat goed, Sanne? Ja. Top. Nou, jongens, zijn jullie er klaar voor? Afknijpen, komt-ie, hè? Nou, Erwin, 1, 2, 3, 4.
Wauw. En Vader kwam helemaal voor je spelen. Leuk, hè? Nou, ja, fantastisch, jongens. Ja, want we hebben natuurlijk al heel veel geld opgehaald zo bij elkaar. Want we hadden op de rekening, daar komen... ja, er stond vanmiddag, er wordt nog steeds op gestort trouwens. Op de rekening. Er stond volgens mij al 105.678 euro. Dat is ongelooflijk. Net nog iemand een tientje. Ik heb gedoneerd omdat ik het een prachtige actie vind. Zoveel enthousiasme en doorzettingsvermogen. Dat hadden we wel even nodig, ja. We kunnen nog veel leren van deze mensen met een beperking. Super gedaan. Nou, zie je, dus een compliment voor jullie. Hartstikke leuk. En we hebben natuurlijk, want dat had Rijn net al over. En die ziet nog een check hier staan. Want ik ben nog naar met Katie en met Inge bij de gemeente Alphen aan de Rijn geweest. Want Rijn, wil je hem even laten zien aan het orkest? Want dan kregen we ook nog een check voor. Ook nog voor het goede doel. Want de gemeente Alphen die zei, ja, we kunnen wel aan Giro 555 geven. Maar we kunnen ook jullie actie ondersteunen. Dus we kregen van de gemeente Alphen, kijk eens, een check van 15.000 euro. Moet je even omdraaien, Rijn, omdraaien. En de mensen daar ook, zie je het? Ja, mooi hè. Dus die komt er dan nog bij. Dus dan hebben we meer dan 120.000 euro hebben we opgehaald hè, voor de bakkerij. En er is al een deel gestort, want sommige mensen denken dan van, ja, hoe doen jullie dat nou met dat geld? Stop je dat naar de Oekraïne? Nee, naar Oekraïnse rekening moet je nou even niet doen natuurlijk. Dus dat is een Arenda, die vrouw, die kennen jullie wel. Die heeft ook een partnerorganisatie in Nederland met een Nederlandse rekening. Daar wordt het naartoe gestort. Alvast een deel, dat ze ermee uit de voeten kunnen. Want ze hebben natuurlijk kosten voor het brood, voor meel en voor grondstoffen. Maar ook voor transportkosten, want ze proberen zoveel mogelijk brood, brandstof, elektriciteit. Parkeren valt wel mee daar. Dus ze proberen natuurlijk heel veel kosten... tenminste, ze hebben heel veel kosten daarvan, maar ze geven het brood wel gratis aan de mensen daar die dat kunnen gebruiken. Ja. Dus dat is echt een hele mooie actie. Het komt heel goed op zijn plek. Ja, met de oorlog. Ja, ik volg soms maar niet al het nieuws meer, Martijn, want ik word er soms wel heel erg verdrietig van. Hè? Als je het enige wat we kunnen doen is bidden voor de mensen daar en hopen dat het goed mag blijven gaan. En een warm gevoel krijgen van acties zoals van de Weideweg. He, dat doet een mens goed. Dan heb je toch het gevoel dat je iets kan doen. Op die manier kunnen wij helpen. En dan hopen dat het snel over zou gaan. Maar precies, ja. Maar goed, we gaan een volgend nummer spelen. Want anders denkt Sarne van, wordt er elke woensdag aan zoveel gekletst. Ja. Wat zeg je? Hebben ze mensen aangenomen van het buitenland? Ja, oh, dat bedoel je. Ja, er zijn de kindertjes. Je kindjes, heel goed van jou, Louis, vlak bij jullie. We wonen in Oud-Rijnlaan 2-4. Zijn er nu op dit moment 11 kinderen uit de Oekraïne. En met twee moeders geloof ik en wat begeleiding. En, maar er is nog een groep onderweg hè, met kinderen. Alleen weten ze nog niet precies wanneer die komt. En dan gaan de kinderen die nu op de Oud-Rijnlaan zitten, gaan weer weg. Daar wordt andere opvang voor geregeld. Maar ik kreeg gisteren een filmpje door van iemand, ik ken de man van een tolk daar en die stuurde een heel lief filmpje dat die kindjes lekker aan het spelen waren buiten. En ja, dat ze in ieder geval even niet bang hoeven te zijn voor knallen en dat soort dingen meer, toch? Maar dat is inderdaad heel goed van jou, Louis, dat je er nog over begint. Wat gaan we doen, Ivan? Want, maak me gek. Ja, gelijk daarin. Nou, dat zijn we al. En daarom zitten we hier, zeggen we altijd. Hè? Maak me gek. Een nieuw nummer van Gerard Joling. Hey. Ivan, wat is zo moeilijk, Ivan? Dat is heel moeilijk, maar ik doe het ook een beetje voor Dennis, want die zit de hele tijd te lachen naar mij. Dennis. Oh ja, Herman, waarom? Neem je weer mee, ja. Hoi. Oh. Maak me gek. Die gaat wel snel, jongens. Dat staat in je kinderliedjesboek, voor in je nieuwe kinderliedjesboek. Peter, heb jij de muziek daarvan? Ja, jij uit je hoofd. Dan moet je ook geen fouten maken, hè, vriend. Oh jee. Je kinderliedjesboek, jongens, daar staat hij ingeplakt voorin. Goed zo, Truus. Maar misschien kunnen we hem ietsje langzamer doen, Ivan. Niks ervan. Niks ervan. Gewoon door. Voorin. Jeetje, Ivan, je bent wel streng. Ja, we gaan hem op de snelste versie doen. Ik heb hem onlangs nog geluisterd.
op een iets sneller. Want... iets juist. Hij is niet bij te houden, joh. Juist. Hebben jullie, oh, jullie hebben nog tweede stem, of niet, ervan? Oh, gosh. Oh, gosh. Ja, twee tweede stemmen, als het goed is. Oh, jee. Ja. Wat is het, Dylan? Heb je nog niet de muziek? Dan kan het toch al ingeplakt bij, hè? Achterin je. Juist, wat zeg je? Ja, maar ik ben allemaal negatief, joh. Ik ben een negatief persoon. Deze, maak me gek. Ik vind namelijk een beetje nasaal. Dus... ja, dat klopt. Ik ben ook iets neusverkouden. Ja, ik heb een beetje last van mijn keel. Heb je een beetje last van je keel? Nou ja, joh, weet je. Die corona. Kijk je naar Amanda? Ja, dat kan. Oh, geld bij je voor de actie. Over een koffertje. Oh ja, gaan we zo nog even regelen, Greet. Oké, jongens, nou, als jullie er klaar voor zijn. Ivan, wil dit nou eenmaal spelen? Ja, ik snap het niet, maar goed. Super gaaf nummer. Daar gaat hij dan. Nou ja, als jij het zegt, Ivan, dan moeten we het maar doen. Ja, dan toch? Gaat hij Wijnand ook klaar? Gaat hij 1, 2, 3, 4. Oh, wacht even. Want jij mag aftikken, Erwin. Ja. Sorry, ik pak zo jouw rol in. Oh, Erwin. Ziet er niet goed bij met zijn hoofd. Het is ook een hoop herrie, hoor. Ik miste wat instrumenten ook. Je mist, ja. Nou, er is heel veel slagwerk, een hartslag. Maar slagwerk is niet zo mooi als het zo hard is, hè, jongens. Dan is het allemaal boek, boek, boek. Dat maakt het wat minder mooi. Ja, weet ik niet. Maar wat miste je nog meer allemaal, Ivan? De klokken. Ja. Ik miste de klokken. Ja, oh, Jos. Jos had je geen zin in de klokken, Jos? In slaapgevallen. En je had zeker geen pauken ook? Nee, maar die sowieso niet. Oh. En de bekkens van Patrick. Oh. Dat je bekkens. Oh. Moeten we hem nou nog een keertje doen? Ja, misschien nog een keertje. Ja, dat doen we gewoon nog een keer.
En dan wat langzamer wordt er hier nog gevraagd. Nog iets langzamer. Oh, zo, een stelletje watjes. Stelletje watjes, zegt hij nou. Hé, maar tweede stem, dat ging aardig goed, hè? Sanne, ja, want ik weet dat je lekker op tijd naar je bedje gaat. Ik vond het onwijs leuk dat je langskwam. Dat je dat ook zelf hebt verteld en overhandigd. Wij zorgen dat het goed terechtkomt en top. Echt waar, je mag trots zijn op jezelf. Nou, dat ben je ook. Dat mag je hartstikke goed zijn. En jongens, nog een keer een applaus, hè? Dankjewel. En als ik een keer mijn auto wil laten wassen, weet ik waar ik moet zijn. Een grapje, hoor. Hey, dank jullie wel, hè. Doeg, fijne avond. Welterusten zo. Doeg. Nou, leuk toch, hè. Als mensen, als woningen dat initiatief tonen, dat vind ik gewoon, vind ik hem echt helemaal top. Hè? Ja. Ze was zo trots. Ik zei, nou, wil je dan komen overhandigen? Ja, zei ze, dat wilde ze wel graag. Maar ze ligt altijd op 8 uur, gaat ze al naar bed toe. Dus ik zei, nou, dan kom je aan het... Ja, maar sommige mensen die hebben niet zoveel conditie. Of veel slaap nodig. De drums. We hebben een kijker uit Suriname. Echt waar? Dat is leuk. Nou, welkom meneer en mevrouw uit Suriname. Leuk, leuk. Maar wanneer moest Patrick met die bekkens dan ook weer meedoen? Ik ben het ook helemaal kwijt. Nou, jij hebt weer wat verzonnen. Ja, bij als je naar dit gaat. Hoe zit het ook weer? Waar zit hij eigenlijk? Hij weet het zelf gewoon niet meer. Ja. Maak me gek. La 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 la. Dat is naar al die snelle nootjes, ja. Maak me gek. Nee, want het was wel heel veel slagwerk hier in het midden. En dat is een beetje zonde, want dan sla je het ook dood, hè. Maar volgens mij hebben jullie geen triangel, hebben jullie denk ik houtjes en tamboerijnen, hebben jullie hier, hè. Ja, we hebben nu weer even de tijd om wat nummers te oefenen, hè. Want we hadden natuurlijk concert en, wat zeg je? Ja, je hebt weer een ei gelegd, Lef. Nou, er zijn al je vrienden zijn weer weg, Kobi. Al je vrienden zijn weer weg. Nou, die ene stoel kan denk ik ook terug. Komt nou toch geen bezoek meer. Kwam die stoel denk ik uit de andere zaal, of niet? Ja. Wat zeg je? Nico wilde wat vragen, ja. Wat wil je kopen, een... Van die kleine slagwerkinstrumentjes, ja. Je kan een koffertje bestellen, hè, eventueel met al mijn instrumentjes. Maar volgens mij hadden jullie toch al een koffertje, Nico? Nou, we gaan even kijken. Oh, ik moest ook de kaart van Jacqueline nog voorlezen. Dat was ook heel leuk. Goed, nou, we gaan het gewoon nog een keer doen, maar ietsje langzamer, Ivan van Kerk. Ietsje langzamer gaan we doen. Lian Verberg. Wat gek van jou. Ivan van Kerk. Hey. Komt u jongens, want Erwin begint met 4 tikken, ja. Erwin. Doe maar ietsje langzamer. Ja. Thank you.
Kijk, Jos, het is 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maak. Zo is die. Bijna goed, Jos. Waar word je onzeker van? Alles wat achter me gebeurt. Wat achter jou gebeurt, word je onzeker van? Nou ja, dat is jouw probleem. Ik heb daar geen last van. Oh, Wijnand, ik word helemaal onzeker van hem. Maar Ivan, heb je genoeg gehoord nu, Ivan? Ja, hij was beter, hè? Alleen wel erg langzaam. Ja. Maar ja, om te oefenen... Erg langs. Te langzaam eigenlijk, hè? Te langzaam, ja. Nog een keer. Nee, joh, we worden toch helemaal gek van... Nee, want we moeten eigenlijk nog 2 nummers opnemen voor de afdeling communicatie. Willem, dat is jouw afdeling. Want volgende week is het de Internationale Dag van de Muziek of zo, 24 maart. En dan willen ze natuurlijk iets posten. En dus we moeten Brabant even opnemen en Halleluja. Dat heb ik ze beloofd. Ik denk, ja, dat moet ik dan wel doen, want als ik het niet doe... Dus beginnen we eventjes met... waar beginnen we mee? Met Brabant? Ja, Brabant. We zijn nu nog fris. Dus daarom, en fruitig. Ik denk dat Daniel zijn kinderen nog even op bed moet leggen. Ja, we krijgen trouwens de groetjes vanuit Suriname. Ja, leuk, hè? We hebben een kijker in Suriname. Ja, goed, hè? Willem zei het, ja. Ik heb nog een kaart gekregen van Jacqueline. Ja, die heeft ze wel aan mij gericht, maar geldt eigenlijk voor iedereen, hè, Jacqueline. Er staat lieve Lian en alle anderen. We hebben er een feestje van gemaakt met z'n allen. Ik wil jou ook bedanken voor deze toffe 24 uur met elkaar. Jij wist het voor elkaar te krijgen om 24 uur vol te kletsen. Nou ja, en muziek gemaakt. Dat wilde ik even zeggen. Lief van Jacqueline. Nou, Jacqueline, hartstikke lief. Want jij hebt het ook volgehouden, hè, die 24 uur. Ja, echt compliment. Maar lief dat je dan een kaartje stuurt, Jacques. Maar we hebben het natuurlijk met z'n allen gedaan, hè. En daar zijn we ook hartstikke trots op. En de mensen hebben het er nog steeds over. Wie ik ook tegenkom, die hebben het nog steeds over de marathon. We gaan Brabant doen, volgens mij. Oh, dan moet ik hem opnemen, hè. Dan hebben jullie schutkokers, jongens. Eerst schutkokers. De accordeons komen halverwege. Hoe, Mike, hoe is het? Ben je er klaar met je accordeon? Wil je al stoppen? Reindert Klarenbeek, jullie allemaal ook welkom. Dank voor de stream, Reindert uit Suriname. Jos Rink, goedenavond. Dat wordt weer een paar uurtjes genieten. Reindert Klarenbeek schrijft de beste muziek voor iedereen. Welkom in de live chat. Oh, dat staat er niet, dat hoef ik niet voor te lezen. Wauw, uit Suriname. Nou, dat is helemaal leuk. Dankjewel, Toppie. Hiep, hoera voor de bandleden. Mooi hoor. Toppie, veel succes. Oh, iemand schrijft Ben Nieuwhof de tweede keer over de Maak me gek. Deze vond ik inderdaad wat beter doordat hij iets rustiger was. Ja, 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 Ivan. Ben, ik ben het met je eens, Ben. Ben, maar ga lekker door. Ik hou hier wel van, zegt Ben. Ik hou. En Jorneen, ik ga even plassen. Leuk, Jeff, dat je het even doorstuurt. Ivan's, Evelien zegt, ik zal er zijn, mensen doodbakken. Ik hoop dat Evelien bedoelt mensen doorbakken. Want dat hoop ik wel. Ik heb niet nog iets gehoord van Arenda. Ja, wel een paar appjes, maar ze zitten nu natuurlijk eventjes lekker thuis. Of lekker. In ieder geval, ze konden niet, ze moesten allemaal thuis blijven. De avondklok, wij hebben natuurlijk ook een avondklok hier toen gehad met corona, weet je nog. Maar in hun situatie is het wel wat ernstiger, hè? Ja. Ja. Oké. Okay. Oh, daar heb je Evelien. Ja. Ja. Nou. Ja, oh, daar. Oh. Ja, dat heb ik nog, nieuws heb ik nog helemaal niet gehoord, joh. Dat is ook verschrikkelijk. We gaan... Oh, gosh, ja, verschrikkelijk. We gaan daar wel ook voor spelen, Evelien. Ja? Oké, okay, joe, doeg. Nou, er zijn heel veel mensen, allemaal slachtoffers gevallen, ook in Kiev. Dat is allemaal niet leuk. We gaan muziek maken. Oh ja, ik moet een Brabant opnemen. En we gaan zeker eventjes ook andere... We staan straks zeker nog even bij stilstaan. Dat hoop ik ook, hè. Jorneen, moest je naar de wc? En voort het op de woning doen, hè, vriend? Ja. Anders moet je een luier om, hè. Denk erom.
Ja. Ja, echt wel. We hebben nog heel veel Tena ladies hier liggen. Tena ladies. Ja. Oké, jongens, we gaan eventjes spelen. Even kijken hoe begon. Oh ja, Ivan begint geloof ik met Brabant. Hè. Moet ik het wel op video zetten? Okay. Komt ie. Ja. 1, 2, 3. Ja, het filmen ging wel goed, maar het stond iemand verkeerde registratie, hoorde ik. En de schutkogels komen pas halverwege, nog niet in het begin, meneer Roorda. En als je dan meedoet in de maat, meneer Roorda. Oh, je moet ze ook alles leren. Goed. Nou, Ivan, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Hopen dat hij net zo lekker gaat als net. Komt hij. 1, 2. Wacht even, Ivan. Ja. 1, 2. 3. Nou, top, dat was Brabant. En ja, dan moeten we ook nog halleluja. Zullen we die dan maar gelijk erachteraan doen? Halleluja, gelijk. Dan heb ik alles weer gedaan voor de afdeling communicatie. Oh, volgens mij staat Daniel altijd die wacht. Ja, hij moet nog even wachten. Daniel, heel even wachten. Om 8 uur kom jij binnen, toch, Ad? Dat was toen ook, nee. Vorige week zaterdag. 8 uur kwam jij pas binnen. Dag, Daniel. Kom maar. Kom maar nou, Daniel. Nou, kom maar. Hij
Hij zit je weer te plagen. Dag Daniel. Hij zit je weer te plagen hoor. Ja, Daniel heeft nog fotoapparatuur bij zich. Want na de pauze, dat doen we wel even na de pauze. Dan gaan we eventjes, gaat Daniel nog een groepsfoto maken. Dat doen we even na de pauze. Nou mag hij gelijk even Halleluja meespelen. Weet je, want het is nu bijna pauze. Anders redden we dat niet voor de koffie. En dan na de pauze gaan we allemaal hier tussen staan. Ook de mensen van boven hier allemaal. Dan maken we één grote groepsfoto voor de nieuwe CD. We gaan het Halleluja dus even opzoeken. Als jullie dat al hebben. Halleluja moet je volgens mij bij de pauken, dacht ik. Ja, pauken. Ja, we hebben al... Ja, nu je er toch bent, Daniel. Ja, dan moet je bij Willem. Ik moet altijd zo lachen om Willem. Hey Daniel, hey, kan je even meespelen? Nee, hey, 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 hey. Oké. Okay. Ja. We hebben al je boeken neergezet. De registratie staat volgens mij op... jullie hebben panfluit, geloof ik, en José? We hadden het al op strijkorkest, maar dat was Serenade Violin, was dat geloof ik? Ja, dacht ik. Serenade Violin. Maar ik weet niet meer precies waar die op staat. Wat zeg je? Oh ja. Ja. Ja, ja, Serenade Violin. Dus je lampje string en een lampje omhoog. String en dan Serenade. Nee, wat ik denk dat je nou... deze. En dan die. En Serenade a Violin. Ja, Daniel. Daniel is ook nog meegedaan met de marathon, jongens. Ja. Maar die heeft wel even een tukkie tussendoor gedaan. Hij was heel even 8 uurtjes van de radar. Een tukkie van 8 uur, ja. 8 uurtjes. Wij dachten dat hij onder een blauw kleedje lag. Maar hij lag gewoon lekker in zijn mandje. Gewoon thuis. In je witte boek staat het, jongens. In je witte boek. Nee, maar Daniel, top hoor. Het was hartstikke gezellig. Maar we zochten jou wel s'nachts. Maar we durfden de blauwe kleedjes niet op te lichten. Nee. Want we dachten ook... Wat zeg je? Hij zegt, nee, ik moet hem wel hebben. Ja, ja, ja. Ja, dat is... Ja, hey, we gaan lekker het Halleluja, de accordeons beginnen, hè? Ja. En Erwin begint ook met zijn... Dan ga ik die ook even opnemen, dan heb ik al mijn taken weer gedaan, jongens. Voor de... Ik ga niet zingen, Chantal, als je het goed vindt. Kijk, Treintje vindt wel dat ik goed kan zingen, maar... Oké, jongens, wacht, ik kom even bij Erwin staan. Ja, jongens, komt-ie, hè? Oké, komt-ie, ja. 1, 2, 3, 2, 2, 3.
Nou, dat staat op Richard. Je bent wel flink hard aan het trommelen vanavond. Het is wel een beetje hard, is het, vriend. Ja, anders pakken we je stokken af, hoor. Dan worden het kwartjes als je zo hard blijft doen. We worden er allemaal helemaal doof van, man. Ja, wat het hard trommelen is niet mooi, hè. Het is wat mooier als je het wat zachtjes doet. Nou, het staat erop. Ik ga het zo doorsturen naar de communicatie. En dan zullen ze er een stukje film van gebruiken voor de dag van, Internationale Dag van de Muziek. Nou, volgens mij is het bijna 8 uur, jongens. We gaan maar even lekker pauze houden. En daarna gaan we nog even die foto maken en nog wat nummers spelen. En dan gaan we eerst even lekker een kopje koffie drinken, jongens. Kijk uit voor elkaar. Loop elkaar niet onder de voeten. Hè? Dan komt het goed. Ik neem je even mee, Rico. Lekker een bakje koffie. Je kent net als bij deze, zeg maar, ook meteen je...
Jeetje, daar heb je altijd die grote kerstboom, weet je wel? Die verlichte kerstboom, die staat altijd bij Vianen. Oké, okay, we gaan. Ik zal er zijn. Ik ben die ik ben en ik zal er zijn. Is Kobi weggegaan? Ach. Nou, gelukkig dat Marianne dan weer in kan vallen daar en dat Astrid het gewoon bovenop doet. Ja, als je je niet lekker voelt, dan schijnt ook weer een griepgolf te komen, jongens. Ik weet het allemaal niet, jongens. Ik weet het allemaal niet. Ach, nee, dat is... Ja? Oh ja, tuurlijk, Erwin. Nou, Daniel heeft het nummer volgens mij ook gespeeld met de marathon. We hebben van alles gespeeld met de marathon. Ja. Ook heel veel hand-in-hand kameraden. Te veel hand-in-hand kameraden. En daardoor is het gisteren helemaal misgegaan met Ajax. Ajax. Met Ajax. Feyenoord moet morgen, hè? Feyenoord moet morgen, Ivan. Feyenoord gaat morgen. Ik zie Dennis. Ja, maar Feyenoord weer mag lachen. Zelfs met. Niet naar Dennis kijken. Doe dit niet, Ivan. Hier krijg je spijt van. Dan heb je geen wenkbrauwen meer straks. Oh. Hey, Dennis, wat een zootje is het weer vanavond, jongens. Wat is hij aan het doen dan? Wat is hij aan het doen? Ja. Oh, Marianne, wil jij nog even naar Eline zeggen als de taxi van Jacqueline er is, dat ze even moet komen roepen. Jacqueline, de taxi komt om 9:00, maar die zou natuurlijk ook om 9:15 al kunnen komen. Dat Eline mag dan wel eventjes storen. Want Jacqueline zit inderdaad nu daar. Want ja, soms moet ze zo lang wachten op de taxi waar Jacques tot 10:00. Dat is altijd zo vervelend. Hé, hey, maar hou nou op met plagen, die jongen daar. Ja, hou nou eens op. Het is maar een Ajax seat, dus... Ik ben ook een Hé, ik ben het helemaal met je eens, Dennis. Helemaal. Ik hoop dat Feyenoord ook weer van zondag van Ajax. Je hoopt dat Feyenoord zondag wint van Ajax. Ja, dat wordt wel de klassieker, hè? De klassieker. Is dat in de Arena of in de Kuip? In de Arena, geloof ik, hè? Oh, de Arena, ja. In de stadion. Ik heb bier en chips, heb ik al kou staan. Ik heb er zin in. Ik heb er zin in. Je hebt er zin in, ja. Nee. Een zootje. Oké, okay, jongens. En nou gaan we een serieus... We zijn een serieus orkest. Ja. Oh. Sharif, zeg er eens wat van. Waarom... Wat is hier, Sharif? Begon jij ermee? Ivan, trek zijn stekker er maar uit. Dat is een stekkertje eruit. En we halen ze plakkertjes van zijn ding. Oh ja, we halen het plakkertje van zijn keyboard. Oké, oma. Nee, nou serieus. We gaan nou serieus, jongens. Hè? Zijn jullie toch een vervelende orkestleden? Wacht. Ja. Zo'n niet leuk orkest. We gaan het praten. Jongens, dit is een serieus nummer. Ik ga Erwin helpen. Het staat voor in je religieuze boek. En ook bij jou, Nico, denk ik. Kijk. Oké, okay, jongens. Ja. Dan gaan wij maar samen naar Kunen samen. Ja. Nee, je hebt gelijk. Ik ga met mijn vrouw. 1, 2, 3. Thank you.
Ja, je mist even wat. Maar goed, dat geeft niet. Nee, maakt niet, hoef je geen sorry te zeggen. Ging best goed, maar weet je, dat zegt Peter ook. Ik mis wat versterking, dat klopt. En dan, want ja, Brian is er niet en Patrick is er niet en Remo is er niet. Ja, Daniel doet wel zijn best natuurlijk, hè. Geef niks, joh, het is best wel een lastig nummer. Hoe ging het aan die kant? Ging het goed, dames? Toppie. Hartstikke goed. En nee, ik ga even luisteren naar Ivan wat hij gaat doen. Ja, nee, ik wilde even een Armin van Buuren. Armin van Buuren, this is what it feels like. Ram, ram. We hebben alleen geen pingpong, maar dat doen we gewoon zonder ping. We doen we gelijk beginnen, Ivan, want we hebben geen ping en we hebben geen pong. Ja, we hebben pong wel, maar ping niet. Ja. Ping en pong zijn er niet. Hoe ging die lef achter de pauken? Ging het goed? Met het concert ging het ook goed, hè? Ja, Arie hielp je wel een beetje, maar op zodoende moet je het natuurlijk een beetje leren, hè? Tuurlijk. En soms moet je even wat meer, heb je even wat meer tijd nodig om dingen op te pakken, toch? Ja. Is helemaal niet erg hoor, jongens. Het staat in je nieuwste, oh, in je nieuwste muziekboek. Oh. Test, hij kraakt. Nee, we gaan gewoon, we doen het gewoon zonder intro. We beginnen gelijk even deze keer. Nee, er zijn hier volgens mij geen pauken bij, dacht ik. Het staat in je nieuwste muziekboek, ook als je thuis meekijkt, bladzijde 36 en 37, hè? Heel goed. En inderdaad, als je buurman of je buurvrouw de muziek niet kunt vinden, kun je elkaar altijd even helpen, hè? Hebben jullie de goede registratie, José? Strijk, hè? Strijkkoor, ja, toppie. En bovenop, jongens, wat hebben jullie bovenop nodig? Een tamboerijn en de bellen. Heel goed. Oh ja, ik moest de absenten nog doen, zei Mario. Ja. 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 Ik moest even... want we missen best nog wel wat mensen vanavond. Door allerlei redenen. Niels Nijenhuis is afgemeld. Nico de Tour had een uitje. Marco van Wagening was afgemeld. Dominique Turk, Ellen Rietveld, Frank Voorburg, Marjolein Vrietschoten, Harold Staal, Brian van der Vlies, Delia Nap, Barend Sieren, Evelien Biemond, Patrick Hielema, Remo Schouten, Britt Weijenke, Sonja de Bruin, Nicky Kaptein, Levi van den Tempel en Leo de Kien is ook naar de woning gegaan. Heb ik nog iemand vergeten? Kobi, ja, die is net naar huis gegaan. Nog meer mensen? Wie? Rolf, ja, Rolf inderdaad. En Dick natuurlijk. Maar voor de rest geen orkestleden, denk ik, hè, jongens. Niels staat, heb ik als eerste genoemd. Als je nou een keertje weet dat je niet kunt komen, geef het dan even door, hè. Maar ik hoop dat volgende week dat we allemaal weer een beetje van die corona-toestanden af zijn. Volgende week gaan de maatregelen af. Maar ja, dan zeggen ze wel natuurlijk, je moet natuurlijk nog wel laten testen als je klachten hebt. Dat blijft gewoon nog wel. Oh ja, ik heb hier ook nog een paar kaarten van Treintje. Ik weet niet wie er bij Treintje bij het concert waren. Die krijgen nog een kaart. Nou goed, kunnen we zo wel even uitdelen. We gaan eerst... Arie, wat ga je doen? Ben je er klaar mee? Arie gaat naar huis. Arie gaat, die denkt, ik ga opruimen. Ja. Stond er iemand bij de deur? Ja, er stond wel iemand bij de deur, maar... Er stond wel iemand te kijken. Ja, als maar niet zijn haar taxi is, dan... This is what it feels like, hè, jongens. Lekker nummer. Doe het zonder intro, in ieder geval gewoon gelijk. Zonder intro, ja, gelijk joh. Ram. Gelijk rammen met die handel. Daar gaat ie. Rammen met die geit. Mag deze iets vlotter? Mag waarom, waarom vraag je dat aan mij? Ja, ik ben... ja. Kijkt hij naar mij? Alsof je luistert. Nee, lekker doen. Gewoon lekker Arminachtig. Ja, ga hem doen. Ja, Arminachtig. 1, 2. Ja, komt ie. 1, 2. 3, 4.
eerder mee stoppen. Ik hoorde halverwege even een getik. Ja, ja, maar dat geeft niet hoor. En Enrico is ook al helemaal klaar. Nee, Enrico, ander keertje doen we weer met intro, hè. Met tik, 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 tik. Doen we een ander keertje weer, hè. Maar ja, Ivan wilde hem lekker snel spelen. Snel. Snel, hè. De snel moest dat snel. We hebben dat geschafft. Zullen we een kinderliedje doen? Ja, dat lijkt me een strak plan, Ivan. Een kinderliedje. Welk kinderliedje zou je graag willen spelen? We hebben er verschillende. Ja, we hebben er heel veel, hè. Heel veel. Ja, ik weet niet wat hij gaat verzinnen, Mike. Do-re-mi, gaan we die doen? Nou, dat is ook goed. Do-re-mi, ja. Do-re-mi, daar hebben jullie weer verschillende instrumentjes nodig, hè, bij Do-re-mi. Wat hebben jullie allemaal nodig bij Do-re-mi? Tamboerijn heb je ook nodig, dat klopt. Misschien weten ze het bovenop. Wat hebben jullie allemaal nodig voor Do-re-mi? Waar beginnen jullie mee, Pascal? Weet je het nog? Nee, geen triangel. Geen triangel, volgens mij. Kijk, Wilfred zie ik heel goed zitten. Ja, Wilfred. Jullie beginnen met de houtjes. Dan de belletjes. En dan de tamboerijn. Zie je het? Ja, Astrid had het ook goed. En kan... Astrid had het ook goed. Ze wist het nog niet, hè? Nee, joh. Hé, hey, ben je Wilfred, een beetje koekiewous, koekiewous. Niet goed hem. Oh. Nee, maar jullie moeten Astrid een beetje helpen, want Rolf is er niet. En Marianne staat daar en dan moet Astrid het hier doen. Dus jullie moeten er wel een beetje helpen, hè? Zit jij er niet uit te lachen, Remco van der Weijden? We beginnen met de houtjes, Carmen. Dan de belletjes en dan de tamboerijn. Ja, dus je hebt alle instrumentjes goed. Ja. En als je dan klaar bent met een instrument, hè, dan leg je dat heel zachtjes. Dan gooi je dat niet in je koffer. Nee. Zachtjes, hè. Want anders word je hartstikke doof. Dus dat het voor de mensen nog een verrassing is wat je gaat spelen. Hè. Wat is er, meneer Laprooi? Wat ben je daar weer aan het doen? Hoe is het bijna? Gaat het een beetje goed met Willem achter de gitaar? Ja. Help je me een beetje, Wijnand? Want het is af en toe. Ja. Je kan ook even met je koffertje meedoen, ja. Nou, dan moet je even je koffertje pakken. Oh, kijk dan. Je hebt een koffertje nu. Voor Willem? Welk lied zouden we voor Willem spelen dan? Oh ja! Oh ja, dat is een goeie. Ja. Dat is een verzoekje. Ria kwam zo dopjes brengen. Juist. Ja, die moeten we belonen. Ja. Ja, we moeten haar belonen. Ja, vind ik ook, Willem. Dat verdient ze. Verdient. Wat goeie van jou, Katie, dat je eraan denkt. Echt. Zijn jullie er allemaal klaar voor, jongens? Ja, we gaan door, Ria. Katharina. Ja, daar gaat hij dan. 1. Willem zit niet te gapen. Ik doe het intro. 2, 3, 4. Let op, hè. Begin met de lage C als je het moeilijk vindt. Nee. 2, 2, 3, 4, 5. Zes, zeven, acht en geen twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf en
Astrid. Het is bij het refrein, Astrid. Ik word hier zo moe van. Oh, heeft ze nog een proeftijd? Heeft ze nog een proeftijd? Ze heeft nog steeds proeftijd. Ze heeft nog een proeftijd. Ze heeft nog een proeftijd. Ja, ze, oh. Maar jullie zouden Astrid helpen. Jullie gingen alweer te vroeg spelen, hè? Oh, en Remco zit maar te lachen. Oké, okay, nou, dat was het kinderliedje, jongens. Ja, even We Are The Champions. Oh, yeah. Voor in je rode boek, jongens. Tenminste, ja. Nee, niet voor in je rode boek. Je gele boek, geloof ik. Sorry. Voor in je gele boek, ja. Voor in je gele boek, Fedor. Wat zeg je? We Are The Champions. We Are The Champions. Dat staat voor in je gele boek geplakt. Ik weet niet wat voor een slagwerkinstrument jullie erbij nodig hebben. Wie weet dat? Ja, ik denk dat Marcel die heeft wel gelijk zo'n schutkoker inderdaad. En dan nog iets, hè? Maar heb jij de muziek daar? €65. Ging het goed? Je gele boek, voor in je gele boek, jongens. En inderdaad volgens mij een soort schutkoker met de belletjes, hè? Ook dit nummer komt op de nieuwe cd, jongens. Arie heeft met Daniel van de Week de laatste puntjes op de i gezet. Nou, dat... Ja, het wordt wel tijd, want bij het concert verkopen we natuurlijk helemaal geen cd's meer. Dus we moeten eventjes... Kijk, en daarom heeft Daniel wat foto's gemaakt. Dan gaat hij een ontwerpje gaan maken van de hoes. En ik hoop voor het volgende concert. Maar ja, door de corona konden we natuurlijk ook geen sporen inspelen. Dus hebben jullie dat allemaal, de muziek, jongens? Nee, dat is geen box, dat is een koffertje van Daniel. Die heeft wat spulletjes aan ons uitgeleend bij het concert. Dus, We Are The Champions, Nico. Ja. Heb je hem niet? Zal ik eens even kijken. We Are The Champions. Maar je hebt al je muziek hier los ingedaan, Nico. Heb je het laatst weer veranderd? Oh, ik. Ik word er helemaal lui van. Ja, ik heb het volgens mij op een soort alfabetische volgorde. Wil Astrid drummen? Oh. Jongens, weet je nog wat je moet doen achter de klokken? Jos, ben je er helemaal tam, taram, bam. Kijk, het zit in de computer, Jos. Ja. En als je het moeilijk vindt, dan kijk je gewoon naar de gekleurde schijven. Dus We Are The Champions. Dit is de middengroep, ja. Volgens mij hadden die geen triangel, maar ja. Nu maar lekker met de triangel mee. Doen wij allemaal improviseren. Het leven is één improvisatie. Oh, Mark. Het is een zoontje maken ze ervan, hè, Lenneke? Hebben jullie rode overhemd nou gevonden? Ja. Sst. Zitten die dames nou te kwekken hier? Het lijkt wel een kwekuurtje. Erwin, 1, 2, 3, 2, 2, 3.
Oh ja, hij is er weer. Oh ja, hij is er weer. Bijna, Peet. Ja, maar dan mis je even wat stuk. Maar dat geeft niet, jongen. We zijn hier op een repetitie. Kunnen we natuurlijk dingen leren, toch? Ja, en Edwin zag ik helemaal... Nog niet. Ja, wat zeg je? Net niet. Lian. Ja, en iemand had nog een nieuw nummer waar ze aan het uitschrijven. Ja, ik ben hem aan het uitschrijven. Ik heb nog geen... Ik kan hem even voorspelen inderdaad. Ja, 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 precies. Er mag mee geneuried worden. Hey, ik ken het. Hij is vers van de pers. Is natuurlijk wat twee, zwarte ja, twee kruisen. Dus moet je de zwarte toetsen moet je ook gebruiken. Dus 10.000 redenen. Nou, 10.000 redenen, jongens. Het is weer een mooi nummer, hè. Gewoon om... Ja, ik heb niet zoveel kaarten. Want wie wil er echt een kaart van Treintje? Wie zegt echt van, ik wil per se een kaart van Treintje? Zijn er echt liefhebbers? Want ik heb er niet zoveel. Treintje had er niet zoveel bij zich. Die trein. Die trein dacht na afloop nog met iedereen op de foto te gaan. Ja, trein. Maar we moesten met de trein mee treinen, dus dat ging niet. Zijn er nog meer mensen die echt een kaart van Treintje willen? Rina? Dat was echt lekker, is dat. Okay, Ineke ook nog? Ik heb er niet zoveel, jongens. Ja, het is een kaart. Ja, ach. Ja. Op is op, ja. Audi. Ja. Audi. Audi. Nou. Ja. Wil er nog iemand een kaart? Peter ook. Nou, ik neem weer jongens, joh, een kaartje op Treintje, ah joh. Hè, op is op. Ja, de mensen die meegedaan hebben, het concert, die heb ik er één gegeven, geloof ik. Maar goed, dit is een nieuw nummer, jongens, dus ja. Ivan is bezig om het uit te schrijven. Bezig, een ja, mooi de nummer, volgende hè? Komt. 10.000 redenen. Ja, kijk. Ja, van Sela ook, ja. Ja. Dus we moeten namelijk ook nog een religieuze cd, of een opwekkings-cd maken. Dus dan moeten we... Viva! Ja, 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 ja. Gaan de blaadjes weer groeien aan de boom of zo? Ja, ik weet het. Ja, maar jij was er bij het concert bij. Ja, dat dacht niet. Ja, goed, ik weet het ook niet. Nou, pak jij dan de klokken. Wie wil er hier graag een kaart van Trein? Robbie? Nou, vooruit. Het is wel lief van je. Ja, ik doe er ook nooit wat mee, Oranke, maar... Nee, ik heb maar gedaan. Nee, nou ja, joh. Robbie, ander keertje weer. Hè? Ander keertje, joh. Maar deze gaat wel sneller, Viva la Vida. Ja. Wie gaat de grote trom spelen?
José, dan ga ik wel even achter jouw keyboard. Want jij bent een grote tromspecialist. Wat hebben jullie nodig, jongens? Ja, belletjes en tamboerijnen. Hier in Tijmen, belletjes en tamboerijnen. Lieve Tijmen. Belletjes en tamboerijn. Hey, Tijm, tamboerijn. Tijm, tamboerijn. Ja. Belletjes en tamboerijn. Tijm. Hoe is het, Erika? Was een lastige periode, hè? Ja. Was het een mooie afscheidsdienst van je zus? Ja. Nou. Heb je ook nog Abba Vader? Nou, ook nog mooi gespeeld. Dat is altijd een mooi nummer, hè? Ja. Nou, het zit in je hart, hè? Carla was ook nog wezen condoleren, toch? Bij je bed condoleren. Want toen was je bij mama thuis, toch? Hè? Ja. Nou, fijn dat je er weer bent, hoor. Hè? We gaan... Ja, Tijmen. Ja. Het wordt steeds grotere soortje bij de Jorstie Band. Ik weet niet wat voor orkest... Sinds we die marathon gedaan hebben, gaat het allemaal niet meer goed. Ik weet niet hoe dat komt. Oh, ik heb toch stijve benen? Oh, ik moest weer sporten. Ik moet, ja, daarom bij mij ook, joh. Even kijken, Percy, jij komt pas aan het eind, hè, bij het laatste stukje, hè? Ik ben trouwens ook alleen. Hoezo? Ja, Sonja is er niet, hè? Nee. Even kijken. Ja, dan moet je maar weer mee naar huis nemen, Percy. Weet je, maar het is een vet plantje, joh, die overleeft het wel. Oké, jongens, Ivan, is er klaar voor? Ja, dan gaat hij 1, 2, 3, 4. Oh, jongens. Erwin deed het goed, Erwin. Jij zat klaar. En die Ivan. Ivan, was het zo erg dat Ajax verloren heeft? Ja, ik was helemaal van de leg nog eigenlijk. Van Ajax? Ik merkte wel, ik zat met mijn zoons voetbal te kijken. En dat begon heel vrolijk allemaal. Gezellig, goede paas. Ah, wat doen ze allemaal? En uiteindelijk was het... En weg waren ze. Naar bed. Lekker sfeertje. Hé, hey, maar vriend... We gaan beginnen. Dat geheel terzijde. En bij lekker snel tempo, Ivan. Kom op, ja, alleen. Komt ja. We doen hem half. Half? 1, 2, 3, 4.
Nou, dan werden de registers werden weer opengetrokken, jongens. Heerlijk, heerlijk. Jongens, het is bijna 9:15. Lang zal die leven. Wie zijn er nog jarig geweest? Ja, binnenkort is Ivan jarig, is Gregor Bak jarig, is Arie jarig, is... Leuk rijtje waar ik Ellie is bijna jarig. Maar hebben we geen jarigen van de afgelopen week, jongens? Nee, ja, Richard, we gaan daar niet op de druk. Nou, dan gaan we lekker, gewoon lekker 16 maten doen. Het lang zal die leven. Ja. Wat zei wie riep nou? Nou, dan moet je wel, dan moet je ook maar gelijk in de hal. Neem je tas dan maar mee, het boeken. Dan blijf je ook maar gelijk in de hal. Ja, want anders loop je weer tegen het verkeer in. Doen we 16 maten vooraf. En dan gaan we gauw beginnen, jongens. Anders zijn we te laat. En dan straks de mensen eerst van het podium, hè, die dan komen. En dan... maar in de voortuin ga je plassen in de pauze, hè, Petra? Ja, want al dat gezeik tussendoor... Ja, geen gezeik. Geen gezeik tussendoor. Ja, nee, blijf nu maar in de hal. Oké, jongens. 16 maten. Erwin, ben je zover? Ja. 1, 2, 3, 4. Het was weer heerlijk vanavond. Jongens, ruim netjes op. Ik wil eerst de mensen van het podium af. Want anders lopen we elkaar ondersteboven. En help even...